Interested, there's a new update out on the third rails that features a radar view, so you can always watch everyone who is driving, and also the leaderboard with the current rankings, 1,437 kilometers driven. And I have been on the list for 100 kilometers, so need a lot more to do. David, mij komt even binnengevallen met de eerste 19 hype met Robjans. Dankjewel David voor 18 bitjes. Als je niet recht. Ik ben al een hele tijd niet in de top 3. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Ik heb er gewoon geen tijd voor, Mark. Even kijken. Let's see. Train number. Het goed. 2B27. 2B27. Norwich. And we're going to Great Yarmouth. Where else? Where the class 37? And Mark to coaches. And train operator is DRS, or Direct Rail Services. Okay, let's see. Opening the doors, then enabling that one. That one that is starting up. That is starting up. That one a little bit light. The array off. Waiting for an initialization of the program. Terug met vraag voor je test 2. Ja, die heb ik al lang af. Maar ik heb heel veel andere dingen te doen vandaag. Oké, 2B27 with signal number 584. Yes. Oké. Okay. Let's see. The train map is should be live. Yes, it's live. And then okay. Okay, let's see, back to the front. Releasing the brakes. A direct rail service from Norwich to Great Yarmouth. Really like delivery on this one. There's an EWS also here with a short set with the West Coast Railways 37. And of course Abellio. Let's go. It's time to, well, rock and roll. No, not that one. It's time to depart. And that means much luck. Die Baron, goedenavond, good evening, en to welcome. Heb een goedenavond. Jep, goedenavond. Sandy deze Jansen zit in het laatste dus even te verpesten. En we klagen dat het warm is. Ja nou hem.
So mighty. Ik moet zeggen, deze livery komt wel heel erg mooi uit zo in de zon, hoor. Gewoon de GTW's naartoe te gaan vervangen hiervoor. Ik wil serieus, als iemand een scenario maakt op het oosten van Nederland met de 37 met Mark II coaches, bijvoorbeeld Intercity livery of een andere hele mooie, dan wil ik hem best wel een keer doen. Anyway. 60! Ik zou zeggen, het is toch wel zo'n mooi ding. Het is echt een aan te raden trein. We hebben zelfs geen linkbutton. Dat werkt. It's working. We're stopping at Brundle, Lingwood, Acol en dan Gridyard met de 17 miles. It's a short run. It's a short route. I hope Armstrong makes another route like this, but we will see. Kijk, lekker met al die uitstoot. Zou me niet verbazen. Ik zou zeggen, als ze deze gewoon inhuren, gewoon voor de Formule 1. De slowdown voor de 20. I know it still sticks to 60. But most of the time that's straight and the top one is passenger. But sometimes it's the other way around, no problem. Anyway, back to 60.
The Black Forest. The Black Forest of that English region where we are. Oh, maar dat kan pas en dan niks aan doen. Dat is aan het bedrijf die het erop plakt. Bij mij tenminste. Als is gewoon pure scumbaggery. De Duitse pakketdiensten. Yellow Distance. De Vink, goedenavond. Watch for it that the signal turns green. And this green. Speed based signal. David, dankjewel voor de bits. Beautiful stuff. Anyway, a 37 direct rail service livery, and at the back, the rail operations group, Phoenix 1, the Euro Phoenix charter service, I think it was. Little bit smoky. Anyway. It's time to go. On towards Linwood. A little bit too fast, should have been at 15. We're in 15.
very nice. Is door de week niemand thuis? Ja, in principe eigenlijk. Bij wie is wel door de week iemand thuis, behalve mensen die thuis zitten? Oh, echt waar. Die kaartjes... Meestal doen ze het in de brievenbussen, maar ik heb de laatste keer gemerkt dat heeft iemand eentje in de deur gestopt. Maar ik ben blij dat het niet zo hard waaide dan, zoals het weggewaaid. Je moet zoveel stops in de uur doen. Dat merk ik als ik thuis ben en ik krijg een pakketje zeg maar toegestuurd en ik ontvang een pakketje. Ik doe de deur open, hij geeft het pakketje aan mij. Als ik ergens voor moet tekenen, moet ik tekenen. En anders dan geeft hij het pakketje aan mij en zegt hij doei. En dan loopt hij gelijk door. Maar bij mij doen ze geen twee keer. Bij mij doen ze één keer en dan gelijk naar een pakketpunt. De fan is kicked in. You can hear the fan revving up. Nee, het is een ZZP'er, Jeppa. Volgens mij van een organisatie. Ladies and gentlemen, the next station will be Lingwood Station. Aufstiege fahr Richtung links. Anyway. Lingwood. Is our next station. I think we're going to overshoot a little bit. Please stop. Please stop. Thank you. Just a little bit. Just a little bit. Was it closed? Let's go. The tree's in the way. No, it's not. Let's go. 60. Next station is Ekel. In about 2.2 miles. Then the final destination Great Yarmouth. T-
Lol. Rob, goedenavond. Good evening, sir. Ik loop vanaf de filter bij mijn winkel. What's new? Ladies and gentlemen, our next station will be Acol, which will be in a few minutes, maybe two. After a short stop, we're going to our final destination at Gridyard. Please exit the train on the left side. Fifty speed limit up ahead. We should be able to stop on time. Well, it should be classified as a perfect stop. What's purring like a kitten? Sixty limits. Which will be quite fast. I still love the antenna wobbling in the wind. Although this antenna doesn't do anything because it is connected. Or it is in use for a new one. AWS for what?
I don't know. Lovely clanking sound. Rob komt even binnengevallen met 310 gears. Dankjewel Rob. Dankjewel. And Simulator Death, thank you for hosting me. And good evening and welcome. Silent once again. Lowering the handles altijd, ja. Cruising alone. Number 4 camera still isn't functioning properly. En dan komt Rob nog even binnengevallen met alweer 130 cheers voor 1750 cheers. En dat rond. Dankjewel Rob. It is always going to be one of my favorite English rounds. Just a little bit of country fun, country driving, single track, just you and the train, cruising along around 90 kilometers an hour. Sandra, goedenavond. Good evening. Ja, dat is meestal na de eerste bezorgpoging, Mark. Dan kun je een code invoeren. En dan vervolgens kun je of een pakketpunt kiezen of dat hij nog een keer thuis bezorgd moet worden. Eigenlijk vind ik gewoon bij elke bestelling zou je al gelijk moeten kunnen zeggen ik wil het naar pasbekendpunt laten brengen. In plaats van... Ik kan mijn meteen al aanpassen. Heb je een account of zo dan ergens daar of zo? Want ik heb dat nog nooit gekund gelijk een uur van tevoren.
Let's start the breakdown. 50 speed limit upcoming. And slowing down to 15. For our final approach into Great Yarmouth. Rob, dankjewel voor nog 10 cheers. Want we gaan tot straks. Tot straks, Rob. Going to be double tracked into Great Yarmouth. Amazon kan het. Ja, een aantal wel. Volgens mij niet bij alle. Ik heb een aantal dingen dat kon ik alleen maar op adres laten bezorgen. En dat is gewoon scumbaggery. Ladies and gentlemen, our next station will be Great Yarmouth, which will be the end of this journey. Please enjoy the sea, and we'll see you on the return trip back to Norwich in a little while. Ooh. The Westie. Two Westie locos. Squirrel hype. Right in time for the 15. Ja, zo kan het ook Remco. Dat heb ik ook. Doe sommige hoop was. Let's see. Going to left this time. Any trains? Ooh, there are trains in the platform. More 37s. Heaven. One final push. And then the Westie one. Colas Rail Freight. Oh, let's park it correctly. And we have arrived. Another West Coast one. Rail Operations Group. BR Grey. Which is cargo. From Rail Freight. And Mary Queen of Scots.
Colas Rail Freight en Loch Lamont. Interesting. Heb je die nieuwe zusterroute gekocht? Ja, natuurlijk. Die staat ook op het schema voor vanavond. Well done, you complete this now successfully. Well, very nice. Very nice drive.